In verband met de coronacrisis is gisteren extra aandacht besteed aan de Wereldhandhygiënedag. Deze dag wordt door de World Health Organization jaarlijks op 5 mei herdacht. Het wassen van handen voorkomt ziekten en de coronacrisis heeft de mens er weer aan herinnerd hoe belangrijk het is om handen te wassen. Microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stuttgart zet zich al 11 jaren in om Surinamers bewust te maken van het belang van handenwassen. Hij staat bekend om het Intermet Caribe Handenwassen Scholen Toernooi. Hij vindt dat het toernooi zijn vruchten heeft afgeworpen. Het is namelijk zo dus dat 3 oktober 2009, dus pakweg 11 jaar geleden, ben ik begonnen op naar scholen te gaan. We hadden een hygiëne handenwassen project. Interessant te vermelden is dat Intermet Caribe was toen de tijd ook een sponsor, dus het is waarschijnlijk voorziening. En in 2015 zijn we een samenwerking aangegaan en in 2016 is de eerste schoolhandenwassenwedstrijd georganiseerd. En wanneer we dus nu terugkijken naar het geheel en wat er dus nu gaande is in de hele wereld, dan voel je je goed, omdat ik weet bijvoorbeeld dus dat in deze pakweg 11 jaren meer dan 15.000 Surinamers hebben geleerd hoe ze hun handen moeten wassen. Microbioloog en voedseltechnoloog Ricky Stuttgart over het belang van handenwassen. Gisteren is de Wereldhandhygiënedag herdacht.